Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze Bakflix video van vandaag. Ik ga een rondleiding in de bakkerij in Oudenbosch geven. Ik sta nu in het magazijn, hier hebben we de bloemen in zakken opgeslagen. Hier staat worstenbrood klaar voor de levering van ons bij twee Jumbo's. En hier staan allemaal wat blikken en wat klein spul. Dan gaan we hier door de deur naar de bakkerij. En het is een drukke nacht. Hier hebben we een vaatwasser. Het is natuurlijk heel leuk voor mij om over 10 jaar terug te zien, hè? Hier hebben we onze koelcel. Die is nou ver leeg, want dat zijn we allemaal aan het bakken. Dan hebben we hier een planeetmenger. Hier zijn we deeg aan het draaien in onze deegmachines. Deze staat aan, even kijken. Dit is worstenbroodjes deeg, zie ik. Hier wegen we dat af. Dit zijn bakjes om te rijzen. We hebben een voorraad bloem en meel altijd in de bakkerij staan. Dat is lekker snel, dat is lekker makkelijk. Dan hebben we hier de diviseuze. Met deze machine doen wij het deeg verdelen. Dus het brood doen wij 18 kilo, het wit bijvoorbeeld, 18 kilo deeg doen we hierin. En dan druk je hierop en dan gaat dat onderste omhoog en die messen gaan omhoog. En die verdeelt dat dan precies in 20 stukjes. En dan hebben we 20 stukjes van 900 gram. Dan gaat dat in de oppunter. De oppunter maakt het puntje van het deeg en dat puntje valt dan in, zoals wij het noemen, de puntenkast. Het is de tweede rijst van ons brood. De eerste rijst in witte bakjes. We krijgen hier een rijst. En in deze machine gaat het brood een uur. Dat stellen we in. Kijk, en hier zie je ze liggen. Dit wordt wit brood. Dit wordt ons boskoren, zoals we dat noemen. Ook wel bekend als waldkorn. En het kan wel eens misgaan als er eentje naast valt. En dat is nooit leuk, want dan vallen er altijd meer. Dus dat moeten we altijd een beetje in de gaten houden. Nou, dan ga ik een beetje verder met de routing in de bakkerij. Oh ja, deze machine is om het brood op te maken, zoals we dat noemen. Dat heet een opmaker. Staat ook opmaker, rijskast. En die vormt het brood. En hoe doet hij daar? Hij walst hem eerst uit. Dan walst hij hem helemaal platte punt. En dan vouwt hij de punt zo dubbel op elkaar zo. Dan rolt hij hem op en dan komt hij er hier uit. En dan leggen we het hier in de broodblikken. En dan als we het in de broodblikken gelegd hebben, dan gaat het brood in de narijskast. En dan hebben we hier een deur. En dan ga ik even de narijskast laten zien. Hier staat een kar met getoerd gerezen en croissants. En daarvoor staan kadetjes, daarvoor ook nog puntjes, rozijnenbollen. Hier zijn we bezig met onze kleinbroodmachine. Die maakt bolletjes voor ons. Dus die deeg gooien we in een trechter en dan weegt hij die stukjes zeg maar af en dan doet hij ze hier opbollen. Ja, dat gaat heel rap, moet je heel snel werken. En dan krijg je allemaal deze broodjes eruit. Nou, deze zijn al gerezen, die hebben we al eerder gemaakt. En toen maken we verschillende charges om de hele dag lekker warm te bakken. Dus dit gaat zo in de oven. En die gaan zo in de rijskast. Kijk, hier in deze rijskast, waar we net langs de achterkant naar binnen zijn gegaan, schuift het zo naar voren. En dan kunnen we het in de oven stoppen, het brood en de broodjes. En hier zijn nou kadetjes aan het bakken. En we bakken echt continu. Brood is er net uit. Het staat hier nou af te koelen. Het is echt gloeiend heet. En dan leggen we dan gelijk in de broodrekken. Ja, hier staat ook nog van alles klaar, zo'n sausjes, appelflappen. Dat zal zo uit de oven komen, zal ik ook nog filmen. Ja, hier ligt het brood al in de broodrekken. We hebben broodrekken op wielen. Maar dat is makkelijk, want dan rijden we het zo de winkel in. Het is vloerbrood wat we al gebakken hebben. En ja, zoals je verder ziet, is dit is een beetje ja, houdbaar spul, zeg maar. En dit is allemaal nog leeg. Er komen zo de winkeldames voor om bij te vullen. Dit is onze stoepposter met Eline en de worstenbroodjes. En ja, dit is ook allemaal droog spul eigenlijk, zoals we dat noemen, wat allemaal houdbaar is. En hier is al een kar met boterkoeken, croissants, getoerd gerezen, allemaal kaasbroodjes. Ja, mooi, hè? Ja, dat staat nu af te koelen. Dan gaan ze zo bijvullen.
Onze banketbakker is ook al bezig. Hier staat het banket. Dat is nog niet helemaal vol. Nou, hier is ons chocoatelier. De chocolademachines staan nu uit, die gaan straks aan. En de bonbons staan wel klaar. Kijk, dus wordt er allemaal doorgehaald vandaag. Karamelbonbons. We zijn gebak aan het maken. We hebben altijd dozen klaarstaan voor de bestelde taarten. Die staan hier zo en dan weten we precies wat we moeten doen. Dit worden aardbeiensloffen. Hier komt het vloerbrood uit de oven. Dat is echt op de stenen overvloer gebakken. Dat kan je altijd zien aan zo'n vloer. Als er zo'n ruitje op zit, dan is het dat platen gebakken. En vaak noemen ze dat vloerbrood. En ik ga de stokken snijden. En die gaan dan ook zo op de stenen overvloer. Die stokjes die doen wij op het plak. Dan maken we ze even mooi recht. En dan met een heel scherp mesje. Tomatenmesje, je gaat heel goed in. Je moet niet bang zijn om te snijden. Want als ik bang snij, kijk, dan gaat het tomaat ook niet meer. Die is zo mooi. Gewoon doorsnijden. Nou, ik ben weer bij de puntenkast. En die gaan we het brood opmaken. Het staat helemaal klaar. Ik heb mijn blikken, zoals we noemen, broodblikken klaarstaan. Ik heb plankjes klaarstaan voor een beetje vloerbrood. Die zijn hierop. En als de machine er is, dan zegt hij, dan geeft hij daar aan. En dan gaan we opmaken. Nou ja, hier gaat mijn brood. Kijk, hij valt hier uit. Boom. En dan gaat hij hier door het walsje. Dan vouwt hij hem hierin, zoals we dat noemen. En dan komt hij er hier uitrollen. Kijk, en is dit een opgemaakt brood. Dan leggen we in de blikken. Dan gaat dat heel moeilijk met één hand. En dan laten we het rijzen. Zo, hier zijn de stokken eruit. En nou even een rondje waar allemaal gebakken is. Rozijnenbolletjes, detjes. Kijk, hier doen we het voor, hè. Hier is de bakker heel blij mee. De winkeldames zijn er ondertussen ook. En die hebben hier al de croissants bijgevuld en dan kaasbroodjes. Zijn nou kadetjes aan het inpakken. Hier, de koeling is net open, dus je ziet de vocht van de bakkerij zie je uit de koeling komen. Worstenbroodjes helemaal aangevuld. Banket bijna vol. Zo, einde van de dag. We zijn de bakkerij schoonmaken. Alles van de kant. De machine is allemaal met een doekje afgedaan. Kijk, en het staat er nou toch heel anders bij. De waterstofzuiger gaat uit, zoals je hoort. En dit is mijn bakkerij. Nog één machine. En die gebruiken we eigenlijk niet. Die is heel zwaar en niks meer waard. En we hebben een beetje als reserve. We hebben de planeetmenger, hè, zoals het heet. Dus deze machine, deze gebruiken we heel veel. En dit is een nieuwe. Die kan je heel langzaam zetten. En dit is een hele grote. En die is nog van voor de oorlog. Die heeft in Oudenbosch bij de paters gestaan. En dat is een Engelse machine, Hobart. Die heeft versnellingen, dan moet je schakelen, en net als bij een oude auto. En ja, die staat hier, die heb ik nog één keer op laten knappen, maar hij ziet er al niet meer uit. En, ja, hij staat eigenlijk als reservemachine. Als de andere planeetmenger kapot is, of een storing, of wat dan ook, hebben we altijd hem nog voor de veiligheid staan. Maar we gebruiken hem nooit meer. En hij staat niet in de pas, want hij staat in een hoekje waar we nooit komen. Maar wel leuk dat je zo'n machine van voor de oorlog nog hebt. Dat gebeurt wel eens in bakkerijen. Sommige bakkerijen kom ik ook wel eens en dan denk ik, ja, dit is een museum, zo noemen wij als bakkers. Ja. En dan is echt alles 30 jaar verouderd van de machines. En ja, en dat is eigenlijk, daar heb je eigenlijk niks meer aan.
Dit was mijn bakflix voor vandaag. Voorlopig komen er even geen bakflixjes meer van de zomer. Door de zomerdrukte. Vakanties van werknemers. Onze eigen vakantie. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze bakflix video van vandaag. En ik hoop dat je abonneert. Tot de volgende keer. Houdoe!